Waar bestaat een vinaigrette uit? Het bestaat uit één deel zuur. En dat mag zijn een azijn of citroen. En drie delen olie, zout en peper. Dat is de basis. Wanneer gebruiken we dat? Voor bij een salade of misschien wat bij wat gestoomde of gegrilde groentes. Het kan zelfs ook voor vlees of vis. De supermarkten puilen ervan uit. Ik zou het heel leuk vinden als je zelf een keer aan de slag gaat om te kijken wat je thuis kan maken naar je eigen smaak. De natuurazijn die gaan we gebruiken. De olie, citroen, zout en peper. We beginnen met azijn. Een eetlepel. Een beetje citroenrasp. En een eetlepel citroensap. Een beetje zout en een beetje peper. Dit is het moment dat we alleen maar de zuren in de kom hebben. En dat is ook een moment waarin we al onze smaakstoffen toevoegen die we in huis hebben. Mosterd of yoghurt of andere smaakstoffen, die lossen nu makkelijk op. Als ik dat doe nadat ik de olie heb toegevoegd, dan lost het niet meer op en dan krijg ik een beetje een schifterige dressing. En dan komen 6 eetlepels olijfolie bij. Ik heb een extra verse olijfolie. Is mooi fris, fruitig van smaak. En garde. En we hebben onze eigen vinaigrette gemaakt. Nou, dit is je basis vinaigrette. Heel simpel, eenvoudig, maar nu al lekker om een knappige salade op smaak te brengen. Of gestoomde of gegrilde groentes. Over je vlees of een stukje vis. Ga voor nog meer heerlijke videorecepten met verschillende soorten azijn naar tromperuup.nl.